mag ik een groot studioapplaus voor niemand minder dan de Curba. We zijn zo blij dat we er weer zijn. Hè? We hebben de impertinentie top 10. Heerlijk. En die wordt dit keer wordt die voorgedragen door een goede kameraad van mijn ex-collega Martijn Krabbe. Jazeker. Is hier in de fucking house. Een schat van een man is namelijk. En een van de weinig oprechte mensen in de televisiewereld. En in een vorig leven echt een begnadigd discjockey. Ja, maar zeker. Hij zit nu al aan de knoppen. Ja. Ga je nu wat zeggen ook? Eet je mond eens leggen, Eddie. Ja. Je hebt gewoon een stroopwafel. Heb je hier. Ik heb een madeleine. Is het een madeleine? Ja, dat is een van de weinige keer dat ik een vrouw in mijn mond gehad heb. Maar dat is nu niet gebeurd. En je was er getuige van, schat. Ik was er getuige van. Dankjewel. Veel plezier zo. Keur in de middag. De eerste van 2023. Nou, dat belooft weer een groot, groot, groot spektakel te worden. Veel plezier. NPO 3FM. Eddie Keur. Ready for Eddie. Keur in de middag. Eddie. 3FM. Dit programma wordt jou aangeboden namens Poont. Klopt. En draagt het keurmerk. En daar zijn we weer. De vrijdagmiddagborrel. Eindelijk is het zover. Trouwens, een vriend van mij die is van de week met mij eventjes voor zijn vriendin speciaal naar een lingeriewinkeltje geweest. Nee. Ah, ontzettend leuk. Kom je er wel in een lingeriewinkeltje? Nee, eigenlijk niet. Nee. Als je die deur dan open doet, weet je hoe dat belletje dan klinkt? Nee. Stringelingelingeling. Nee. Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Eddie Keur is hier. Identity confirmed. Eddie Keur. Keur in de middag gaat nu beginnen. Jij bent gewaarschuwd. Keur in de middag op 3FM. Thomas Hekker is erbij en Steven van der Voet natuurlijk. Ja, ik ben ook Eddie, gezellig. Ja, voor de homoseksuele gemeenschap. Die is er gewoon bij, want die horen er namelijk ook bij. Wij discrimineren namelijk niet. Nee, absoluut niet. En mensen die meekijken via de beelden, die veronderstellen wellicht... Hebben jullie een nieuwe stagiair? Nee, dat is zeker niet zo. Kijk maar even de beelden. Wat denk je erbij in de studio? Ja. Goedemiddag, jongens. Goedemiddag, jongens. Nou, goedemiddag. Daar ben je dan, hè? Daar ben ik dan, hoor. Nou, Radio 3 is voor jou niet vreemd. Nee, maar dat is wel heel lang geleden. Toen heette het inderdaad Radio 3. Ja. Dan praten we over periode 1987 tot 1994. Ja. In die periode. Nou, dat is helemaal niet zo heel lang geleden. Nou, zo. Het is vreselijk. Geef af en toe elkaar een cadeautje. Ik zei het al in de kop van de show. Want een vriend van mij... Ja! Een vriend van mij... Die heeft aan zijn vriendin natuurlijk een cadeau willen geven. Hij zei, Keur, kun jij met mij een keer mee naar de lingeriewinkel? Want ik denk dat ik een leuk BH'tje voor haar ga kopen. Dus wij naar de lingeriewinkel, vanzelfsprekend. En allemaal BH'tjes en toestanden. Dus wij komen daar binnen natuurlijk. Zei, nou, ik wil graag een BH'tje kopen voor mijn vriendinnetje. Nou, zegt die vrouw, dat komt goed uit. Want ze zijn in de aanbieding. Nou, nu 2 BH's voor 20 euro. Zo. Nou, voor die prijs kun je ze niet laten hangen. Dus dat doen we natuurlijk dan ook niet, vanzelfsprekend. Dus die vrouw zegt, nou, heeft u enig idee wat de maat van uw vrouw is? De cupmaat. Wel belangrijk, als neem je de verkeerde BH mee. Ja. Ze zegt, nou, ik heb helemaal geen idee. Ze zegt, nou, zou het dan misschien kleine meloenen? Ze zegt, nou, nee, zeg, ze wil het zo was. Absoluut niet. Zijn het dan misschien kokosnoot? Nee, zelfs dat ook niet. Afschuwelijk, nee. Misschien sinaasappels? Ook niet. Zijn het dan misschien eieren? Hij zegt ja, maar dan wel gebakken. Ach, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet best? Onze eieren! Dat kan absoluut niet Welkom bij de show! Tot 7 uur! Nou, die keur die wordt steeds gekker. Maar het klinkt wel lekker.